Ja goed, de Hengelsportvereniging Het Zwarte Water. Ja, weer een viswedstrijd voor de jeugd georganiseerd. Ja, dat klopt. Ik heb de vorige week in overleg, voor 14 jaar zijn we in overleg geweest. Met het bestuur en zo hebben we gezegd van nou, de maatregelen zijn dusdanig. Het spel mag weer een beetje beginnen. En allereerst denken we toch aan onze eigen leden. En vandaar dat we dus ook een wedstrijd houden onder de jeugdleden van ASV Het Zwarte Water. En dat is eigenlijk nu vandaag aan het staan. En het doet me heel goed dat ik heel veel dingen met die zie aan de waterkant. Na een periode van 2 jaar. En dan is het dus toch een beetje toegenomen sinds de pandemie. Ja, de jeugd is dus, wat ik dus gezien heb rond de omgeving uit, met actief gebleven mogen met de visserij. Het heeft in het ledenaantal heeft het alsnog geen eieren gedacht. Dus we hebben een enorme toename met name gezien in het jeugdlidmaatschap en zo. Dus vandaar dat we dus eerst even denken aan onze jeugd om ons weer te organiseren. En Paul, wat maakt het dat de jeugd, de Hengelsportvereniging er altijd in slaagt om de jeugd weer in deze wedstrijd te komen? Ja, je moet er zelf een beetje actief in blijven natuurlijk. Je kunt natuurlijk wel in de stoel blijven zitten met armen over elkaar en dat jongens komt wel mee. Je moet zelf actief aan meewerken en anders dan wordt het niks. En je ziet wel het resultaat. Nou, net als Jan al zei, met de coronabeweging hebben we 2 jaar al eigenlijk stilgelegen met de jeugd. En we waren eigenlijk al bang van jongens. Omdat je dus 10 jaar actief bent met de jeugd, dat het wat minder zou worden. En dan heb ik ook gezegd van nou, we doen het eerst gewoon van zijn eigen leden. Prachtig mooi. Daar staan er 65 hebben we aan de kant gestaan. Ik weet daar zeker, als je iets hebt van heel veel mij had gedaan, hadden we er wel 120 gehad of zo. Maar het hebben we zo mooi zo gehouden en het is hartstikke mooi. En ze kregen mooie prijzen. Ik maak straks maar eens even een opname van onze prijzentafel. En dat is hartstikke mooi. Björn, al wat gevangen vandaag? Ja, al 4. Wat was de langste? Een ruisvoorn van 22 centimeter. Ben je al lang met deze hobby bezig, met vissen? Al 6 jaar. En wat is het geheim van een goede vangst dan? Concentratie en goed aas en zin hebben. Wiljan, hoe is de vangst vandaag? Ah, wel redelijk goed. Je hebt al veel gevangen? Ja. Wat is het geheim van een goede vangst dan? Stilzitten. Nou, en stil zijn. Succes. Ja. Matthias, vis je al lang? Ja, best wel lang, ja. Wat, veel vis gevangen vanmiddag? Ja, best wel, ja. Wat is je langste vis? 18 centimeter volgens mij. Valt nog wel mee. Waarom doe je mee met deze wedstrijd? Wat vind je er zo leuk aan? Nou, ik vind vissen zelf ook gewoon heel leuk. En ik doe altijd mee met de vissersstrijd. En dit is ook wel een hele leuke vissersstrijd, dus daarom heb ik mee. En je hebt leuke prijzen natuurlijk. Ja, ook. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Ja. Wat is voor jou het geheim van een goede vangst? Ik heb niet echt geheimen. Ja, alleen een beetje met ingooien. Gewoon een beetje daar laag ingooien. Want als je hoog gaat ingooien, de wind is sterker hoger dan beneden. Hoe is het met de visstand in Geenemuiden versteld? Ik zag laatst een berichtje voorbij komen dat er wat aan een of andere ziekte zat onder de vissen, of niet? Er was sprake van dat de karper wat karperlui zat. En dat houdt in dat zijn bepaalde kreeftjes in de slijmlaag op hun lichaam. Wat ik gehoord heb van de karperwissers is het niet direct dat de karper sterft, maar moet inderdaad wel in de gaten houden. De laatste jaren hebben we enorm de karper sterft gehad. Daar zitten wij niet op te wachten meer. En dat is van de visstand? Dat is van de visstand, ja. Dat is ook het varkenschat is dat. En hier hebben we de sterft gehad.
En ook, maar over het algemeen, de visstand is behoorlijk tot goed. Ja. Ja. Nou, een fijne middag met elkaar. Leuk dat de jeugd weer aanwezig is. Succes. Ja, hetzelfde en bedankt. Ja, en bedankt. En je maakt mij even een mooie opnames hier ook en dan komt het dik in orde. Ja. Het is, in ieder geval doet het ons goed. Ja. En ook vind ik van Paul ook weer hartstikke leuk, want er zit enorm veel werk in. En ja, als jeugdcoördinator heeft hij de laatste jaren een mooie opzet gedaan in de jeugd. Met alle medewerking van het bestuur en zo. En ja, na 2 jaar hadden we toch zoiets van, ja, hoe staat dat eigenlijk? Ja. Dus vandaar dat we ook zeggen, nou, een jeugdwedstrijd voor onze eigen leden. En dan zien we de komende tijd wel, kunnen noemen, de van samenleving en de inwoning van Hillemuiden. We hopen dat we weer een goede, gezonde tijd tegemoet gaan. Dat hopen we. Hetzelfde en bedankt. Hey. Ja. Goed. We gaan aan het werk. We gaan weer aan de slag.